Het ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen in verband met Wereld AIDS-dag de Treat All-campagne gelanceerd. Op Wereld AIDS-dag 2017 staat de wereld voor de 29ste keer stil bij HIV en AIDS. Ook Suriname is solidair met mensen die leven met HIV en AIDS en met de mensen om hen heen voor wie de gevolgen van deze infectie voelbaar zijn. Behalve zich te laten testen voor HIV, konden bezoekers ook informatie halen over tuberculose en hun bloedsuiker en bloeddruk, laten meten. Volgens Monique Holtuin, coördinator HIV-behandeling van Volksgezondheid, weten veel mensen dat HIV geen dodelijke ziekte meer is en dat er behandeling voor is. Maar het is belangrijk om aan te geven dat je niet hoeft te dat er nu niet meer wordt gewacht dat mensen al verschijnselen van ziekte vertonen. Dat mensen al afgezwakt zijn door HIV. Maar dat mensen al vanaf ze weten dat ze HIV geïnfecteerd zijn, zo snel als mogelijk starten met HIV-remmers. Het is namelijk gebleken dat hoe eerder je begint met HIV-remmers, hoe beter het is voor je gezondheid. Je kan voorkomen dat je dus complicaties krijgt van je HIV-infectie. En je kan een goede kwaliteit van leven behouden door de HIV-remmers op tijd te starten en te nemen. In Suriname geven we al zeker 20 jaar. We zijn echt mondjesmaat begonnen met geschenkzendingen. Toen heeft de overheid het overgenomen. De overheid heeft altijd een heel actieve rol gespeeld bij HIV-behandeling en zorg. Holtuin zegt dat het ministerie reeds 8 jaar zelf de kosten van HIV-remmers voor personen die het nodig hebben dekt. Ze hoopt dat personen zich zullen laten testen en dat er in de toekomst minder HIV-patiënten bijkomen. Holtuin geeft verder aan dat uit de data van het ministerie is gebleken dat er meer dan 2000 personen remmers gebruiken. Helaas leven naar schatting 1500 tot 2000 personen met HIV zonder dat zij dat weten. En het probleem daarmee is dat het zonde is als je dus niet weet dat je HIV hebt, want dan kan je niet gaan voor behandeling. Want nu is er behandeling. Het is in de meeste gevallen, als je op tijd bent, kun je uitkomen met 1 tablet per dag. En daarmee wordt het HIV-virus goed onderdrukt. En we zien gewoon dat die mensen een goede kwaliteit van leven hebben. Dus het is belangrijk dat de gemeenschap weet dat dit zo is. En dat de gemeenschap weet dat om te weten of je met HIV leeft, dat je de test moet doen. Want we weten ook dat er een aantal mensen zijn die het gewoon nog niet weten, maar dan wel rondlopen. En op een gegeven moment, als ze verschijnselen van de ziekte vertonen, dan melden ze zich voor behandeling. Dan kan je ook nog starten met HIV-remmers, maar dan heb je misschien al complicaties van de ziekte opgelopen. En dat kun je dus voorkomen door op tijd je te laten testen. Aldus Monique Holtuin, coördinator HIV-behandeling bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze sprak vanmorgen na de lancering van de campagne Treat All, die het ministerie in verband met Wereld AIDS-dag vandaag heeft georganiseerd. De campagne is gehouden op het parkeerterrein van de dermatologische dienst en wel aan de Tourtonnelaan.